U luistert naar Kononia Bijbelstudie. Geheel gewijd aan het verklaren en begrijpen van Gods woord. Mijn naam is Henneke. En hier is uw leraar, Robert Veen. Een heel belangrijk onderdeel van de relatie tussen Jodendom en Christendom zijn de zogenaamde Noachidische Geboden. Hier heb ik voor me een artikel van Jeffrey Spitzer. Uit myjewishlearning.com over deze Noachidische wetten. Het gaat om zeven geboden die volgens de joodse traditie aan de hele mensheid zijn opgelegd, omdat ze aan Noach en zijn kinderen zijn opgelegd. Er zijn allerlei details in de uitwerking van die zeven geboden en volgens Zuidema. Leidt het uiteindelijk tot een lijst van honderd, net meer dan honderd geboden? En dat houdt dus in dat van deze zeven geboden allerlei afleidingen mogelijk zijn. Dit is de basistekst, Genesis 9, vers 9. God spreekt tot Noach en zijn kinderen als zij de ark uitgaan: Zie, ik richt mijn verbond met u op en met uw kinderen na u. Wat houdt dat verbond dus in? Dat verbond moet toch een verbond zijn waar ook een Torah, waar ook Mitswot eh, mee gemoeid zijn. De kinderen van Noach hebben zeven geboden ontvangen: namelijk het vastleggen van wetten, het verbieden van het eh, vervloeken van God, afgoderij, verboden seksuele relaties, moord, eh, roof, en het eten van vlees van een levend dier. En de bronnen daarvoor worden hier aangegeven. De belangrijkste is het tractaat Sanhedrin uit de Talmud, pagina 56a. De Babylonische Talmud dus. Hier ook de Tosefta. De Tosefta, dat zijn. Um, Tradities uit de tijd van de Mishnah, die niet in de Mishnah zelf van Rabbi Yehuda zijn opgenomen, maar die toch nog een eh, secundaire autoriteit hebben. Hier de tosefta van het Mishnah traktaat Avodazara, dat wil zeggen vreemde eh, afgodendienst, een vreemde godendienst. En Genesis Rabbah 34.8, Genesis Rabbah is een deel van de grote Midrashte. Midrash Haggadol, en dan, de, pardon, de Midrash Rabbah, te onderscheiden van de Midrash Haggadol. De Midrash Rabbah, de Midrash van Raf, de Midrash van de meester. En Bereshit Rabbah 34 8, heeft dus ook een verwijzing naar deze zeven geboden. Hier staan ze op een rijtje: dat er wetgeving moet zijn, een rechtssysteem mag zijn dat er geen vervloeking van God mag zijn, geen, heel belangrijk, geen afgodendienst. dienst, um, geen verboden seksuele betrekkingen, geen moord, geen roof en geen vlees van een levend dier. Maar nu de details daarvan. Om te beginnen het verbod tegen de afgoderij. Heel belangrijk dat het verbod van afgoderij, te maken heeft met daden. Idolatrous worship. Dus de daden tellen hier en niet de overtuigingen. Wat iemand persoonlijk gelooft, wordt in het Jodendom niet als strafbaar gezien. Wat is er gebeurd in de geschiedenis? In de culturen waarin het Jodendom geleefd heeft, in de diaspora. Moest natuurlijk bepaald worden of ze te maken hadden met afgodendienaars, waar andere regels voor golden. Of dat ze te maken hadden met zonen van Noach, waar andere, weer andere regels voor golden. Het ging dus om de vraag op welke manier en tot welke hoogte Joden en niet-Joden met elkaar konden omgaan. Voor de islam was dat eigenlijk geen probleem, omdat die strikt monotheïstisch zijn. Worden moslims altijd gezien als zonen van Noach? En de regels voor de omgang met de zonen van Noach waren dus van toepassing op moslims. Aan het eind van de middeleeuwen is er eindelijk ook het besef dat de leer van de Triniteit in het christendom niet hetzelfde was als afgoderij, en dat christenen dus ook gezien konden worden als zonen van Noach. Dat wat betreft de afgoderij. Hier het verbod op diefstal. Daar waren afleidingen van mogelijk. Kidnappen. Of het bedriegen van een werknemer of een werkgever. En een grote variëteit aan andere vormen van diefstal. Hier de, uh, het verbod op de verboden seksuele relaties. Wat porneia heet in Nieuw Testamentisch Grieks. En die worden dus ook genoemd in handelingen 15. Daar kun, kunnen zes bijzondere verboden uit worden eh, afgeleid. En die worden hier opgezond door Maimonides. Zonen van Noach eh, wordt het verboden om zes verschillende verboden seksuele relaties te onderhouden. Met een moeder, dus in relaties. Met de vrouw van je vader. Terwijl je vader nog leeft. Met de vrouw van een andere man. Ook dat overspel geldt als een verboden seksuele relatie. Met zijn zuster van dezelfde moeder. Dus als je vrouw een zuster heeft die dezelfde moeder heeft, is dat verboden. Een mannelijke homoseksuele relatie. En met een dier. Want Genesis 2 zegt: daarom zal een man zijn vader verlaten. Dat betekent de vrouw van zijn vader is verboden, en zijn moeder verlaten, dat is de moeder zelf, en aan zijn eigen vrouw, met zijn eigen vrouw verenigd zijn, en dus niet de vrouw van een ander. En er staat vrouw, en dus niet een homoseksuele eenheid, en één vlees worden, en dat sluit dieren uit, want met dieren kun je niet één vlees zijn. Dan, tenslotte, het vlees eten van een levend dier, Zuidema wijst erop dat dat, Bijvoorbeeld ook de wreedheid tegen dieren uitsluit. Um, dat is het vers Genesis 9. Maar vlees met zijn leven, dat is zijn bloed, zul je niet eten. Dus je kunt geen vlees eten van een dier dat je verder in leven houdt door een deel van dat dier te amputeren. Belangrijker nog is de verplichting om een rechtssysteem tot stand te brengen. Volgens Maimonides Monides moet dat vooral gericht zijn op het vaststellen van wetten die betrekking hebben op het bestraffen van de andere Noachidische wetten. Nachmanides die breidt dat een beetje uit. In mijn overtuiging de wetten die de Noachiden, de zonen van Noach, moesten vastleggen in overeenstemming met hun zeven geboden. Uh, houd, dat houdt niet alleen maar in dat ze um, rechtshoven moesten vaststellen in iedere stad, maar ook dat ze een gebod hadden met betrekking tot diefstal, um, mishandeling, um, uh, leningen met overmatige rente. Het ging ook over arbeidsrelaties, over schadevergoedingen, leningen. Um, Zakelijke transacties en dergelijke. Uh, wat ook Israël heeft het bevel, gegeven, be bevel gekregen. om wetten in, aller, uh, in al deze zaken vast te stellen. Nu, dan is er wat discussie over de vraag. wat uh, Nachmanides en Maimonides precies allemaal eronder verstaan. wat ze met name verstaan onder het diefstal. Maar dat is verder geen uh, belangrijk punt voor ons. De natuurwet of de natuurlijke wet. De wetten van de zonen van Noach. die hebben een interessante overeenkomst met een hele andere rabbijnse traditie. Waar het gaat over de geboden die we logisch konden afleiden. zelfs als God ze niet geopenbaard had. Als God ze niet in de Torah, zou hier moeten staan. had vastgelegd: Je moet mijn geboden bewaren. Dat zijn waarschijnlijk dan de choukim, de vaststelling of de mishpatim. Ik heb dat even niet nagekeken. Kan ik nog wel even doen? Nee, gaan we niet doen. We gaan gewoon maar even terug. Um, en we even hier naartoe. Oké. Okay. Nu zijn we wat in de war geraakt. Goed, we zijn er uiteindelijk toch aangekomen. Leviticus 18, vers 4. Het mishpate taasu, we het tishmeru la leg bij hem. Ani adushem erkechem. Mijn regels, dat zijn inderdaad die mishpate, dus de vaststellingen van een rechter. Alleen mijn regels zul je onderhouden. Zul je doen, letterlijk, taasu. En getrouwlijk mijn wetten volgen. Dat zijn de hukotai, de hukim, hukotai, mijn uh, wetten, ik ben de Heer, uw God. Zo hebben we de basis van uh, deze vaststellingen. De mishpatim dus zijn de zaken die in de Torah geschreven zijn, maar die, als ze niet geschreven zouden zijn, logisch uh, hadden kunnen worden bedacht. Zoals bijvoorbeeld het verbod op uh, diefstal. Um, verboden relaties, afgoderij, het vervloeken van God en um, moord. Dus daar is de overtuiging dat wat de zonen van Noach opgedragen is, ook door die zonen van Noach zelf had kunnen worden begrepen, ook zonder de Torah. En dan moet ik denken aan de uitspraak van Paulus, die over de niet-Joden zegt dat het werk van de Torah in hun harten geschreven is. De bron dus van deze natuurwet is niet de natuur maar is de uitstraling van de Torah ook in het leven van de niet-Joden. Vijf van de zeven noachidische wetten wordt hier genoemd in deze tekst, deze vijf dus, en die vijf eh, horen dus allemaal bij een soort van universele of natuurlijke moraliteit. Een moderne filosoof zoals Herman Cohen, 19e eeuwse, Kantiaan, een neocantiaan, eh, begrijpt deze wetten op die wijze. Maimonides die zegt ook daarom dat deze zes zaken aan Adam waren opgedragen: afgoderij, het vervloeken van God, moord, verboden, seksuele relaties, diefstal, maar ook het hebben van wetten. Maar aan Noach werd iets opgelegd wat niet logisch kon worden begrepen. Dat die kon worden afgeleid uit het feit van de schepping bijvoorbeeld. En dat was het verbod op het eten van vlees van een levend dier. Dus als Ma Maimonides zegt dat dit aan Adam is opgedragen, dan horen die uh, rechtsregels, die Mishpatim dus, bij uh, de schepping zelf. Dan is er nog een bijzondere zaak en dat is wat er gebeurt met niet-Joden die onder Joods gezag vallen. In het traktaat Sanhedrin eh, wordt ervan uitgegaan dat een Joods gerechtshof in staat is om eh, de gehoorzaamheid aan de noachidische wetten ook af te dwingen. Eh, daarom hebben latere autoriteiten, en in het bijzonder Marmonides, al deze noachidische wetten ook eh, gezien als de eis van een Joodse overheid tegenover niet-Joden. Nu is Maimonides zo geneigd om de openbaring te zien als de helderste vorm van de redelijkheid. Nou, de openbaring gaat dus altijd boven de eigen redelijkheid. Het is een hogere redelijkheid. Niet-Joden die leven onder Joods gezag moeten dus niet hun eigen en heel inadequate verstand gebruiken om wetten vast te stellen omdat zij toegang hebben tot een hogere en belangrijker bron van waarheid, namelijk de openbaring. Een niet-Jood die onder Joods gezag leeft, mag niet worden toegelaten de Noachidische wetten niet te accepteren. Als, iets uit, als iemand uit de andere volkeren zich wil bekeren, dan mogen ze dat, want er staat: de wet is hetzelfde voor jou als voor een vreemdeling. Maar als ze niet willen eh, zich bekeren, dan zullen wij ze niet dwingen om de Torah en de geboden te accepteren. Er is geen dwang in de godsdienst, zegt de Koran zelfs. En dat geldt zeker dus ook hiervoor, niet-Joden onder Joods gezag. Maar, daar staat tegenover dat Mozes wel, in godsnaam, alle mensen heeft willen dwingen om de noachidische wetten te accepteren. Dus vanuit het jodendom gezien, in die lange traditie die eh, nog begint voor de eerste eeuw, en dan in de Babylonische Talmud zijn meest uitgebreide eh, discussie heeft gekregen, en dan bij Maimonides gekodificeerd wordt, eh, zijn die noachidische wetten... Geen zaak van vrije keuze. Maar zijn ze door God zelf aan de zonen van Noah geopenbaard? In ieder geval, een aantal daarvan kunnen zelfs met het verstand worden afgeleid. Die opvatting van Maimonides, die dus teruggaat op het talmud traktaat waarin de Noachidische wetten eh, kunnen worden afgedwongen. van iemand die niet tot het Jodendom zich wil bekeren. Eh, die zijn wel omstreden, want sommige. Eh, Lezers van Maimonides hebben gezegd. dat hij hiermee alleen bedoelt om het Joodse gerechtshof. onder verplichting te stellen. En dat we dus niet individuele Joden moeten. Uh, dat moeten zien doen. Hè. De individuele Joden worden niet geacht om niet-Joden te dwingen. om te leven in overeenstemming met de Gode, uh, Noachidische wetten. Uh, de Jewish court heeft die uh, verplichting. En weer anderen hebben gezegd dat de hele kwestie van de noachidische geboden van nul en geen allerlei waarde is tot de dagen van de Messias. Als de Messias komt, dan zullen de, zullen de noachidische geboden weer van toepassing zijn. Goed, maar Monides daarentegen die zegt alle joden hebben de verplichting om gehoorzaamheid aan de noachidische wetten eh, op te leggen en af te dwingen. Daar is uh, natuurlijk heel wat reactie op geweest. Rabbi Abraham ibn Daud uh, verwerpt elke verplichting om uh, de gehoorzaamheid aan de Noachidische wetten af te dwingen. Zelfs wanneer we te maken hebben met een situatie waarin niet-Joden onder gezag vallen van een Joodse autoriteit in de oorlog. En dat is ook de op, uh, opinie van Rashi, van Tosafot, van Nachmanides, van de Rashba enzovoort. Dus een groot verschil tussen de manier waarop Maimonides dat allemaal eh, bekijkt. En dat houdt dus in dat die noachidische geboden uiteindelijk inderdaad, eh, zouden maar bespreekt dat ook, eh, niet een, een Torah zijn die mogen worden opgelegd aan het jodendom, maar een Torah zijn die aan de niet-joden is gegeven. En zeker eh, vanwege de opdracht om zelf rechtbanken te organiseren en wetten op te stellen, ligt het voor de hand om te denken dat eh, benen Noach die verantwoordelijkheid tegenover God zelf hebben en ja, niet alleen maar eh, hebben vanwege een Joodse autoriteit die dat eh, oplegt. Als Joden eh, op het punt staan te zondigen, hebben andere Joden de verplichting om die zonde te verhinderen door een interventie te plegen of door opleiding te geven. In het algemeen is een dergelijke verplichting niet van kracht tegenover niet-Joden die de Noachidische wetten overtreden. Dus Joden onderling moeten zich proberen, moeten ook proberen elkaar tot gehoorzaamheid aan de Torah te brengen. Maar dat is in de huidige tijd in ieder geval niet een verplichting tegenover niet-Joden. Er is wel een uitzondering op die opvatting. En dat is deze. We moeten alles doen wat mogelijk is om te bewerkstelligen dat de zeven wetten van Noach worden gehoorzaamd. Als dit kan worden bereikt door geweld of met andere zachtere en meer vredelievende middelen, doordat we aan niet-joden uitleggen dat zij Gods wil zouden moeten accepteren, dan doen we dat. Iedereen die in staat is om een niet-Jood te beïnvloeden, om de zeven geboden te onderhouden, is onder de plicht, heeft de plicht om dat te doen. Want dat is wat God ook aan Mozes, onze leraar, heeft opgedragen. Dat is Menachem Mendel Schneerson, de leider van de gebaat Luwawitsch, Gassidim. Schneerson heeft dat dus vastgesteld. Er is toch een verplichting voor Joden om niet-Joden te wijzen op de niet-Joodse eh, niet wetten, de wetten dus van Noach. De conclusie dat Joden de niet-Joden zien als onderworpen aan een stelsel van wetten, zelfs eh, ondanks het feit dat ze niet gebonden zijn aan de volledige toepassing van de eh, Torah, is wel een belangrijke stellingname. De verwachting dat niet-Joden hun eigen rechtssysteem zullen oprichten, is de basis geworden voor vredige interacties tussen Joden en niet-Joden. De wetten van Noach maakt de scheiding voor de mensheid na de zondeval van, de wettelo van het wetteloze geweld, dat God ertoe bracht om de hele wereld bijna te vernietigen. De zondvloed is immers Gods antwoord op dat wetteloze geweld. De wetten van Noach zijn een getuigenis voor het Joodse geloof in de noodzaak van de rule of law, dus van een rechtssysteem, van een rechtsstaat, van een rechts, door het recht bepaalde samenleving, om daarmee alle volkeren te beschermen tegen dat tomeloze en wetteloze geweld. De noachidische wetten zijn aan uh, christenen opgelegd in die beroemde passage in uh, handelingen 15. En daar wil ik tot slot nog even wat uh, over zeggen of vooral het even citeren. Handelingen 15 is het apostelconvent. En dan horen we in vers 28. Want het heeft de Heilige Geest en ons goed gedacht u verder geen last op te leggen dan deze noodzakelijke dingen. En deze noodzakelijke dingen die als last worden opgelegd, die een verplichting vormen, die eh, worden nu uitgedrukt op een typisch Joodse manier, met de opzomming van een aantal van deze regels, waarin verondersteld wordt waarbij verondersteld wordt dat. Eh, Zowel de afgeleide wetten van deze hoofdregels eh, bedoeld zijn en gevolgd moeten worden, maar ook dat de eh, Noachidische wetten die hier niet genoemd zijn, ook van belang zijn. Hier worden de Noachidische wetten opgelegd aan christenen. Dat u zich onthoudt van afgodenoffers, let wel, er hoeft niet te staan dat u zich onthoudt van afgoderij, want uiteraard gaat het om christenen die geen afgoderij plegen, maar de God en Vader van de Heer Jezus Christus aanbidden. Van bloed, dat is niet bloed in de zin van het niet eten van ossenworst of van bloedworst, maar dit is de shivigut damim, het vergieten van het bloed, dus van moord. Van het verstikte implicatie is dat datgene wat door verstikking om het leven is gekomen. Dus een vrede dood heeft gehad en dus niet mag worden gegeten. Maar het verstikte is ook het dier wat zodanig eh, wordt beetgegrepen eh, dat het bewusteloos raakt, zodat je in staat bent om eh, een eh, arm of been, eh, een poot of een arm van dat beest af te rukken en te eten. Dus dat heeft te maken met het verbod om eh, te eten. Van een nog levend dier. En tenslotte van hoererij. Hoererij is de uitdrukking hier. in de HSV. Maar dat is die porneia. Die verboden seksuele relaties. Eh, die we in detail al eerder gevonden hebben. Eh, namelijk hier. die zes bijzondere verboden. die daaruit volgen. In ieder geval. in de opinie van. de rabbijnen, maar ook. Ik zeg even erbij, de opinie van de rabbijnen hier is van belang vanwege Matthäus 23. De schriftgeleerden zijn gezeten op de stoel van Mozes en hebben dus het recht om wetten uit te vaardigen, ook voor niet-Joden, ook voor messiaanse Joden. En alles wat zij u zeggen dat u moet doen, dat moet u doen, is de uitspraak van de Heer Jezus daar. Maar ten tweede, omdat het apostelconvent voor de hele kerkgeschiedenis vastlegde dat deze Noachidische geboden, en bij gevolg dus alle zeven, gevolgd zouden moeten worden. Waarom zitten er hier maar vier? Zien we er hier maar vier en niet zeven? Nou ja, simpelweg omdat het opzetten van een rechtssysteem aan alle zonen van Noach wordt opgedragen, maar voor de gemeente van Christus natuurlijk geen rechtstreekse relevantie heeft. En, je vindt dus alleen maar die vier, maar bij gevolg worden al die zeven bedoeld. Alleen deze vier, omdat deze vier wel van belang waren. Denk maar aan het verbod op verboden seksuele relaties, waarbij we in de Korinthebrief vinden dat er sprake is van een verboden seksuele relatie, namelijk dat iemand slaapt met de vrouw van zijn vader. En dat is een van die specificaties van het verbod op verboden seksuele relaties. We hebben dus in ieder geval te maken met de Torah te beneden Noach. En we hebben daarmee te maken, zoals ik dat althans begrijp, met een Torah die niet alleen maar op ons gelegd is, waar we onder staan, maar die aan ons gegeven is. En die dus ook de interpretatievrijheid met zich meebrengt, die in het Jodendom ook geldt tegenover de Torah. Die Torah moet worden uitgelegd en toegepast. En dat geldt dus ook voor de noachidische eh, wetten die moet worden uitgelegd en toegepast en dat hoort bij de praktijk ook in de gemeente om in haar eigen kerkelijk recht een eh, toepassing dus van de opdracht om een rechtssysteem te hebben in haar eigen kerkelijk recht eh, ook rekening te houden met de zes noachidische wetten. Doen we dat? Nee. We nemen over het algemeen als bron van ons kerkrecht, het huidige geldende Nederlandse recht. Vaak met het idee dat we dankbaar moeten zijn dat de kerk het voorrecht heeft gekregen om eh, haar eigen regels op te stellen en dat die ook voor de eh, wereldlijke samenleving eh, als geldige uitkomst geldt. Een rechter zal niet zomaar een beslissing nemen in strijd met het kerkelijk recht. En daar zijn we dan al zo blij mee dat we vervolgens in ons kerkenrechtssysteem heel dicht eh, aanschurken tegen eh, opvattingen en meningen in het rechtssysteem van de ons omringende cultuur. Dat is eh, maar gedeeltelijk eh, een goede zaak te noemen. Eh, ook het jodendom accepteert dat in de opstelling van het rechtssysteem eh, niet-joden het eh, recht hebben, de plicht hebben om daar hun eigen interpretatie aan te geven. En dat is Maimonides die zegt dat dat niet zal kunnen afwijken van rechtsregels die ook met het verstand kunnen worden ingezien. En dat er dus geen rechtssysteem kan zijn wat diefstal goedkeurt, of wat moord goedkeurt, of wat de verboden relaties goedkeurt. Wat dat laatste betreft is de werkelijkheid natuurlijk heel anders. In het traktaat Goedin wordt uitgelegd dat het verbod... Eh, voor de geboden voor de zonen van Noach, ook inhoudt dat men geen huwelijk tussen mannen mag goedkeuren. Nog afzien van, van het punt dat een seksuele relatie tussen mannen verboden blijft, gaat het nu specifiek om het instellen van een wet die een huwelijk goedkeurt. Dus het Nederlandse recht met zijn gelijkstelling van het homo-huwelijk en het gewone huwelijk, Handelt in strijd met de Noachidische wetten, handelt dus in strijd met datgene wat ook aan de gemeente is opgelegd, volgens handelingen 15. Waaruit volgt dat de gemeente van Christus simpelweg niet het mandaat heeft hoe ze er ook over denkt, want het gaat niet over hoe we denken, het gaat om wat we doen. Maar we hebben geen grondslag om het homohuwelijk te erkennen als een rechtmatig huwelijk eh, volgens het Bijbelse en Joodse rechtssysteem, waaraan wij ook als christenen gebonden zijn. We kunnen immers geen kerkrechtelijke regels vaststellen die rechtstreeks in strijd zijn met de Noachidische wetten. En uh, ja, dat houdt dus in dat wij eigenlijk in het kerkrecht een hele tak missen, en dat is de interpretatie van de Noachidische wetten als bindend op ons, uh, op ons kerkrecht. Dat eventjes tussendoor als inleiding op het verschijnsel van de noachidische wetten, waar ik later nog wel op hoop in te gaan. Want we zullen zien, met name als het gaat om zakelijk recht en leningen en eh, schadevergoedingen en arbeidsrelaties, dat dat Jodendom ons buitengewoon veel te vertellen heeft. En dat hoorde bij de serie over de Kitsur Shuchanaruch. Daar komen we dus nog later op terug. Dit in ieder geval. Als een grondslag voor de, voor de gedachte dat de Joodse manier van denken over de wet en Joodse wetgeving rechtstreeks, niet indirect, niet door voorbeeld, niet door interpretatie, maar rechtstreeks voor ons van toepassing is.